Hij won met schaatsen zo'n beetje alles. Maar stond nog nooit op de zomerspelen. Ah, oh, Willemars gaat mee. Voor BNN Today traint hij mee met andere sporten. Haalt Erben Londen. Ik heb al even staan kijken bij die ballen. Maar het is eigenlijk de eerste keer dat ik echt op een hockeyveld sta. En wat ik nu al zie is dat het al in ieder geval heel erg hard slaan. Moet je hem al richting de goal leggen, de bal? Ja? En je zet gewoon één grote stap. Ja, maar je moet je handen bij elkaar houden. Nog verder. Zag niemand, hè? Dat wou ik ook even zien. Hoe zag het eruit, Ellen? Moet ik heel eerlijk zijn? Nee. Het zag er heel goed uit. Oké, dankjewel. Uit stilstand lukt het je wel, maar op tempo... Ja, dat kun je niet verwachten. Maar het zou ook heel slecht zijn als dat in één keer zou kunnen. Nee, kijk uit. Pas op, hè. Ik wil een aanslag op mij. Komt hier een bal bijna tegen me aan. Waarom gaan jullie goud halen? Ik denk omdat we heel veel kwaliteit in het team hebben. Ja. We zijn snel, we zijn krachtig, we zijn technisch. Er zit een hartstikke goed begeleidingsteam op. Dus ik denk, we hebben eigenlijk alles in huis om goud te kunnen halen. Jullie zijn een torenhoog favoriet. Ja, maar is dat ook zo? Want Argentinië en Engeland, die zijn allemaal best Sterke landen. In Nederland vinden we dat wij Olympisch kampioen zijn. Ja, klopt. In Nederland, maar wij zien zelf... We gaan maar voor één ding, maar we zien onszelf niet als de grootste favoriet daar. Hartstikke leuk dat ik met jullie mee heb mogen trainen. Nog een beetje werken aan die fysieke krachten. Maar volgens mij gaat het dan gewoon helemaal lukken. En ik ga ook naar Londen toe, dus ik ga bij jullie kijken. Oh, leuk. Ja? Bedankt.